Goedenavond allemaal, welkom bij de kleine lolig quarantaine quiz. We hebben vandaag drie algemene kennisvragen voor je en vijf vragen die gaan over LEGO films. Inderdaad, en uh, ik ga beginnen met de algemene kennisvragen. Uh, ik zou zeggen pak pen en papier, want hier komt vraag nummer één. Wat is de allereerste LEGO licentieset? Dus ik wil van jullie weten wat de allereerste Lego licentie set is. Dan gaan we door naar vraag 2. Vraag 2 is: Hoeveel sets van het vrijheidsbeeld heeft Lego uitgebracht? Dus hoeveel sets van het vrijheidsbeeld heeft Lego uitgebracht? En dan ga ik door naar vraag 3. Hoeveel vrouwen uit de Women of NASA LEGO Ideaset werkten voor NASA? Nog een keer. Hoeveel vrouwen uit de Women of NASA LEGO Ideaset werkten voor NASA? Nou, Bram, dat lijken me alle drie redelijk makkelijke vragen. Ja, zo gedaan. Heel simpel. Uh, de tweede ronde bestaat uit uh, vijf uh, vragen over LEGO films... Wat we hebben gedaan is, we hebben telkens drie uh, figuren, karakters uit uh, een Legofilm op een rijtje gezet. En aan de hand van de drie figuren moet je erachter komen over welke Legofilm het gaat. De eerste drie figuren zijn Skelly, Hogar de Troll en Padvinders. Dus in welke Legofilm zitten Skelly, Hogar de Troll en Padvinders? Padvinders. Dan wil ik graag van jullie weten in welke film Generaal Olivia, Chen de Cheerleader, en Terry IT-Nerd zitten. Dus in welke Lego film zitten Generaal Olivia? Chen de Cheerleader? En Terry IT-Nerd? De derde film. Daar zitten de karakters Superman, Green Lantern en Wizard in. Dus welke Lego film zitten de karakters Superman, Green Lantern en Wizard in? Dan de ene laatste vraag voor vanavond. In welke briljante Lego film zit... Rescue man, vrouw in bloemetjesbloes en eend. Dus in welke uiterst geniale Lego-film zit Rescue man, vrouw in bloemetjesbloes en eend? En de laatste vraag voor vanavond: uit welke film komen de karakters King Kong, Phyllis en Medusa? Dus uit welke Legofilm komen de figuren King Kong, Phyllis en Medusa? Dat waren de vragen. We wensen jullie heel veel plezier, succes met het beantwoorden. We zien jullie vragen, de antwoorden op de vragen, graag tegemoet. En de antwoorden op de vragen volgen om 10 uur vanavond. Heel veel succes! En tot dan!